Hoi allemaal, goed dat je kijkt naar een nieuwe Dubio. Vandaag gaan we het iets anders doen. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag is de eerste street aflevering. Dus wat houdt dat in? Dat we op straat onze Dubio's gaan testen met echte mensen. Het is vandaag Valentijnsdag, dus hebben we een echte Valentijns Dubio. Of je moet aan iedereen op straat de liefde verklaren. Of je moet iedereen die je tegenkomt op straat aan elkaar koppelen. Nou goed, en om te beslissen wie wat moet gaan doen, hebben we een spelletje bedacht. En dit keer spelen we... Pesten. Wie wint mag bepalen welke die kiest. Heb jij een voorkeur? Ja. Jij? Ja. Welke? Ik koppel liever mensen aan elkaar dat ik zelf mijn liefde moet uiten. Oké, dat is goed om te weten. Ik zeg bijna lekker niet. Oké, let's do this. Let's do this. Zes. Zeven. Oké, ik heb geschud. Jij mag beginnen. Ruiten beginnen. Acht, wacht. Drie. Vier. 10. Laat je tieten zien. En het woord klaver, laatste kaart. Joker. Doei, 5 pakken. Oké. Zullen we het doen? De hoogste wint. Want normaal moet je potje omdraaien, maar het doet zo lang, jongens. We zijn zo goed in pesten. Dat gaat het niet worden. De hoogste wint. 3. 2. Zie je? Het zit dicht bij elkaar. Leuk. Ik heb dus gewonnen, dames en heren. Dus ik mag als eerste kiezen welke van de twee ik ga doen. Of je moet iedereen aan elkaar koppelen, of je moet aan iedereen de liefde verklaren. Ja, het is allebei wel kut. Ik weet het niet. Ik ga denk ik voor koppelen. Yes! Dan moet ik aan iedereen de liefde verklaren. Ja. Ja. Deal. Deal. Oh, what the fuck? We gaan beginnen. Trouwens, heel leuk dat jij daarvoor gekozen hebt. Ja. Maar wat jij niet wist, is dat onze productie wat voor ons gericht heeft. Want, ja, kijk, je mag het wel doen als Niek, maar wel als Niek in Cupido vorm. En niet alleen dat, want Cupido heeft ook een ariool. Oh. Hoe jij mensen aan elkaar gaat koppelen is ook heel belangrijk. Want je mag, dat ben ik wel een klein beetje goed op. Het is een moderne Cupido. Maar jij mag dus gewoon, zonder pijl en boog, mag je mensen neerschieten. Oh. Oké, dank je. Hé, Maniek, anders ga je even omkleden, ik ben wel benieuwd. Ja. What the fuck, ouwe? Verschrikkelijk. Hier moet ik in staat, hoor. Ja. Dit is echt zo heftig. Ja, mooi. Nou, ik heb er zin in. Laten we de straat op gaan. En ik vertel, hoe vind je het? Fantastisch. Heb je al mensen gekoppeld? Nee, hè? Nou, daar zijn we dan. Zijn we dan in het centrum van Amsterdam. Cupido, ben je er klaar voor? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Nou, ik zie al heel wat koppeltjes lopen. Jij moet eenlingen bij elkaar gaan brengen. Ik ben heel benieuwd hoe je het gaat doen. Ja. En succes, want ik zijn nu al aan het doen. Ja, dat kan jij. Daag! Hallo! Poef! Ja! Raak! Hallo? Heeft u een vriendin? Misschien. Oh! U weet het nog niet. Cupido is degene die de doorslaggevende man kan zijn. Mag ik dat zijn in uw leven? Dat is waar, maar ik heb hier het moderne pijltjesboogding en die kan mensen verliefd laten worden op u. Zal ik het proberen? Maar eerst moet ik u namelijk schieten, want dan... En dan met hetzelfde pijltje, iemand anders en dan hebben we een match. Nou, schiet maar dan. Op mijn jack, dat ken ik van helemaal. Oké, meneer. U bent nu in een trance, dus alles wat nu gebeurt is niet meer echt. Alles is in... Oké. Ik ga iemand voor u zoeken. Iemand voor u zoeken, oké? Blijf zitten. En alles wat er gebeurt is een hallucinatie, ja? Goed. Hoe oud? Wat moet ze hebben? Maakt niet uit. Oké. Mag ze ook buitenland zijn? Doe maar niet, hè? Mevrouw! Ik ben op zoek naar een hele lieve vrouw die ik heel even mag lenen. Voor heel eventjes. Oh, daar gaat het al. Maar ik heb een man. Oh, die is net weggegaan. Hij is weggelopen. Of het erg? Hij is bang voor de liefde. Zijn jullie single? Ja, wij zijn single. Ah, ik ook. Hoe gaat het? Dus het gaat niet zo goed in de liefde. Ik heb hoofdpijn, niet. U heeft hoofdpijn van de liefde? Ja, ze zijn nooit de eerste. Ze liegen allemaal. Ze liegen allemaal? Ik lieg niet. Ik ben de echte Cupido.
En ik ga u vandaag koppelen aan uw dromen. Ah, hoppa, geef me je hand. We gaan mee. Oké, jij moet. Ik ga een leuke man voor u uitzoeken. Deze meneer. Of een vrouw, is dat ook goed? Oh, misschien aan deze. Meneer, mag u wat vragen? Meneer, heeft u al een Valentijn dit jaar? Do you have a Valentine for this year? No. This is a beautiful girl and I want you to be her Valentine. Wait, it doesn't hurt. Thank you. You are now officially a match. Applaus. And now I want you to have the first kiss. Please. Do it for Cupido. Maybe a little hand. A hand kiss. Geef hem een hand. Ja, een hand. Oh, de liefde. De liefde. I feel the love. This is your match for this year. Congratulations. Thank you. Thank you. Have a nice day. Dankjewel. Doei. Zijn jullie single? Ja. Shit. Zal ik daar wat aan doen? Willen jullie anders met mij een match worden? Ja. Oh, alle vier? Ja, dat is een... Hoe moeten jullie kiezen dan? Wat? Ja, wie is het meest wanhopig? Lotte. Lotte? Alsjeblieft. Bedankt. Dan mag jij op mij schieten. Oké. Dan moeten we ook kussen. Niet in mijn ogen, hè? Oké, ja? Ja. Ik ben klaar voor jouw liefde. Ik weet zeker. Ja, kom maar. Je kan niet misschieten. Ah, ja. Dank je, Lotte. Oké. Geef me nu maar een kus dan. Nee. Oh, sorry. Oh. Oké, dan moet hij wel goed. Ja, dan moet hij goed. Ja. Oh. Dank je wel. Jij bent mijn Valentijn match voor dit jaar. Oh, dat heb ik eigenlijk niet. Kajuli, vind je het spannend? Ja, ik vind het heel... Ik vind het echt niet leuk om te doen. Ik zie het aan je ogen. Heel leuk, jongens. Ik kan niet wachten. Nou, Kajuli, kom op. Hup, ga ze maar aanspreken. Ja, ik ga. Nou, ik vind het zo kut. Fucking hell. Oké. Ze is zo scheidbang, jongen. Kijk, ik ga dan. Oh, zo. Het heeft hier echt een ontzettend mooie tas. Ja. Ja, heel leuk. Wauw, echt heel leuk. En u ziet er ook helemaal mooi uit. Dankjewel. Heel mooi. Ja, nee, graag gedaan. Wat zei ze? Nee, ja, dit is niet de liefde verklaren, natuurlijk. Oh, jongens. Doe het. Sorry, mag ik wat zeggen? Nee, I speak only English. Oh, no, then in English, yeah. I just saw you walking and I was just like, wow, he's really gorgeous and stuff. Yeah, I don't know, it's just maybe the feeling of Valentine's Day. And so what's your name? My name is Kim. Kim. Thank you. Hi, I'm Kajuli. Hi. Where are you from? I'm from here. Yeah. So do you have a girlfriend or something? No, I don't have. Can I have your phone number? Is that possible? Yeah? Yeah? Okay. Okay, wait. You can put your number over here. Yeah. Well, thanks. Thank you. And I will call you. Bye. God. Oh my God. What the fuck? What the fuck? Oh, sorry. Ja. Ik hou van u. Ja. Dit is zo kut. Meneer, ik moest u even vertellen dat ik gewoon echt ontzettend veel van u hou. Dat wilde ik even met u delen. U loopt zo tevreden. Dan gaat mijn snor weer van kruis. Ja? Oh, yes. Dan ben ik blij dat ik dat heb kunnen doen. Dan kan ik de hele dag zo op. Zo lopen ze gewoon glimlachende snor. Ah, yes. Maar alle liefde voor u. Ja, u zit hier zo rustig en tevreden en... Ik hou van u, dat wilde ik even zeggen. Ik hou van u, dat wilde ik even zeggen. Ja. Ja, het is niet wederzijds, hè? Hallo. Komt u hier vaker? Met deze tram? Ik kom niet zo vaak in Amsterdam. Want dit is welke lijn ook weer? 9, de 4 en de 14. Oh shit, dan zit ik echt helemaal bij de verkeerde. Ik moet 7. Moet je bij Rembrandtsplein uitstappen, bij de ABN AMRO. Ja, top. Dank u wel. Ja. En nu ziet het er echt fantastisch uit. Echt, wauw. Ik zou bijna helemaal... Oh jongens, dit gaat echt zo kut. Ik ben hier echt heel slecht in. Welke Julie, hoe ging dit? Begin van de video
was ik wel pro-Valentijn. Na vandaag zie ik het toch allemaal wat minder zitten. Oh, ik ben juist helemaal omgeturnd. Ja, ik merk het aan je. Ik heb mensen samengebracht. Ik heb zelfs gezoend, hè? Fuck. Ja, jouw Valentijn kan niet meer stuk. Nou jongens, laat even weten hoe jullie Valentijn was dit jaar. En als je nog een dubio hebt of een dilemma voor vandaag. Laat het hieronder weten, hè. Maar ook als het met Valentijn te maken heeft, vinden we heel erg precies. Leuk. En stem even in de poll wat jij zou kiezen of mijn dubio of van jou. En abonneer nog even op mijn kanaal, like deze video en dan zien we je volgende week bij een nieuwe dubio. Yay.